Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President roept op tot bundeling van krachten. Nikeri deelt tweede COVID-prikje uit. Minister Ramsaran gaat in op aantal vraagstukken tijdens persconferentie. En vaccineren noodzakelijk tegen het coronavirus. President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens de regeringspersconferentie dank uitgesproken aan het volk dat op 25 mei 2020 een verstandig besluit heeft genomen door het beleid van de vorige regering af te wijzen. Het gaat de goede kant op met Suriname, vindt het staatshoofd. Zijn oproep is dan ook om meer respect en liefde naar elkaar toe te tonen. Laat ik de samenleving bedanken voor de ondersteuning die wij nog steeds krijgen. Laat ik de samenleving ook bedanken voor de offers die de samenleving brengt. Voor iets waarvoor de samenleving geen enkel schuld heeft. De samenleving heeft geen enkel schuld dat we in deze situatie zijn terechtgekomen. Maar die samenleving krijgt nu de rekening gepresenteerd. De kinderen van de samenleving krijgen de rekening gepresenteerd. De kindskinderen van de samenleving, die krijgen de rekening gepresenteerd. En ik denk dat ik inderdaad die samenleving moet bedanken. Mijn waardering moet uitspreken. Dat ze bereid zijn dat te doen. Maar ik heb ook begrip voor die boosheid. Ik heb ook begrip voor de irritatie die men heeft. Ja, we hebben een probleem, big ik ba. Dat kwam benoemd. Ja, dat ding geeft extra irritatie, ja. En ik beloof de samenleving dat we dit aspect, en dat is afgesproken vanmorgen in de regeringstop, mee gaan nemen in de evaluatie en met gewijzigd beleid hieromtrent gaan komen. Maar ik wil de samenleving vragen. Er zijn een paar van die vragen hier in de zaal al gesteld. Maar u had dit beloofd, u had dat beloofd. Ja. Maar wij zijn andere soort leiders. We zijn niet populistisch bezig. Als we populistisch bezig waren, dat geld wat de minister nu gespaard heeft, zou ik tot eind van dit jaar misschien 2-3 miljoen pakketten mee kopen. En die samenleving blij gemaakt hebben. En daarna waren we weer arm. Is dat een oplossing? Natuurlijk, daar waar er groepen zijn die echt in nood zijn, koop je dat pakket, ja. Even, tijdelijk. Ik ben geen voorstander van, maar als het moet, doe het. Ik ben voorstander van, laten ze die financiële rekening krijgen. Laat ze die account krijgen daar bij alle banken. Die banken hebben die opdracht al gehad, ze moeten een account voor elke Surinamer openen. Als je snapt, man, ga ik de gegevens naar CBB. En laat elke Surinamer een rekening krijgen. En dan storten wij het geld daar. Op die rekening van die persoon die het aanspraak maakt. Dan heeft die persoon vrijheid. Dan heeft die persoon zijn eigen wil. Dan heeft die persoon zijn eigen trots. Wat hij wil kopen. Wat hij wil eten. En niet daar zit met jouw pakket, Guillou. Om mensen afhankelijk te maken. Om mensen te binden aan jou. Dat is geen goed signaal voor de ontwikkeling van het land. Maar daar waar inderdaad mensen serieuze problemen hebben, regeren, moeten we wel wat doen. Dus nogmaals, die investeringen die komen al. Die gaat werkgelegenheid creëren. We gaan iedereen helpen aan een baan. Maar vandaag zijn we 10 maanden... op dat mandaat van uw volk van Suriname van 60 maanden. Ja, er gaan nog meer beloftes ingelost worden dan datgene wat in het boekwerk is afgelost.
in de 11e maand, in de 15e maand, in de 20e maand, in de 25e maand, in de 40e maand en daar 60e maand. Kom ik u voorhouden, dit had ik u beloofd. Kan de minuthaling 100%, maar 75% volk van Suriname heb ik wel voor jou gerealiseerd wat ik beloofd had. Aan u om te beslissen wat u gaat doen op 25 mei 2025. Zo werkt deze regering. Zo werkt deze regering. Dat is de visie van deze regering. Want ik kan je wel vertellen, in die 10 maanden, we hebben het niet makkelijk gehad. U zelf hoort wat de uitdagingen waren. Maar dit jaar, 2021, zal het moeilijkste jaar zijn voor ons. Maar dit jaar leggen we de basis, leggen we het fundament voor stabilisatie en groei. En ik kan je zeggen, ik zie alle cijfers wat ik krijg. In die diepe crisis waar we terecht zijn gekomen, ja zo wakker. En we komen nu al eruit, dat kan ik je nu wel zeggen. Nu, vandaag 10e maand, we kruipen eruit. En dat is die grote boodschap, de belangrijkste boodschap die ik meegeef. Dankzij uw offers. Dankzij uw ondersteuning. Dankzij uw geduld. Dankzij uw kritische opmerkingen. En daarvoor ben ik u dankbaar. En nogmaals, die andere personen. Een groep die constant bezig is. Nog door te gaan met het kapotmaken van de sociale fabriek van ons. Die doorgaat om die natie Suriname te begiftigen. Met haat, met beledigingen, met smaad, met laster. Ik vraag u om het niet te doen. Doe het niet. Geheel volgens planning is het in het district Nikeri een aanvang gemaakt met het tweede deel van de vaccinatiecampagne tegen het COVID-19-virus. Districtscommissaris Senrita Gobardan, die op zondag 7 maart jongstleden haar eerste prik toegediend kreeg, heeft op 24 mei 2021 haar tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin genomen. Met de burgermoeder hebben ook vele anderen hun tweede vaccinatieprik ontvangen. Voor de komende dagen tot en met vrijdag 4 juni worden zij, die tijdens de vaccinatiecampagne van vrijdag 26 maart tot en met zondag 28 maart jongstleden hun eerste prikje hebben gehad, in de gelegenheid gesteld de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin te halen. Het gezondheidscentrum van RGD, de Van Pettenpolder op de hoek van de Scrivimankotti en de Walderhiewitstraat, is als locatie voor deze vaccinatiecampagne uitgekozen. Minister Oraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is tijdens de regeringspersconferentie van maandag 24 mei ingegaan op een aantal beleidskwesties. De bewindsman ging onder meer in op de kwestie BASO-kaarten en de uitbetaling van AOV-gelden. Per 1 november is er een gewijzigd procedure ingesteld ten aanzien van premiesubsidie, basiszorg. Voor de aanvragen van premiesubsidie hebben we ervoor gezorgd dat we ook kijken naar de situatie. Apart dat wij hebben getracht, of althans dat wij dat hebben gedaan daadwerkelijk, een inhaalslag maken ten aanzien van onze achterstand, waarbij de mensen sinds juli 2020 tot februari nog hun aanvragen deden. Wat ik wil meegeven is dat het bestand een fluctuerend bestand is, gezien dat wij 1. Die inhaalslag hebben gemaakt, 2. Er nog steeds mensen langskomen, nog steeds behoeftigen langskomen die graag een premiesubsidie willen hebben, dat ze dan nog steeds worden geholpen, aangehoord, en dat we ook kijken naar de situatie zoals dat van onze crisis, onze gezondheidszorg ten aanzien van COVID, dat we rekening houden met de verschillende aspecten waarbij heel wat ondernemers, waarbij heel wat personeelsleden die behorende tot het privésector, dat zij momenteel ook hulp behoeven. Waarbij
zowel sociale zaken gezamenlijk met onze dienst basiszorg, ernaar kijken, getracht hebben en natuurlijk ook de verzoeken van de president en vice-president, waarbij er gevraagd is dat we erop moeten letten dat de verschillende personeelsleden van de mensen van de privésector, als zij dan aankloppen, dat wij een luisterende oor geven, gezien dat gezondheidszorg natuurlijk ons voorkeur ook heeft. Verder mag ik dan aangeven dat binnen ons bestand wij ervoor hebben gezorgd dat nog steeds richting eind december 2021 de mensen die in aanmerking moeten komen voor een basiszorgkaart, dat zijn de mensen van 016 en 60 plus, dat zij die een verlenging behoeven naar het SZF, naar de SZF-kantoren kunnen gaan, is een samenwerking met Volksgezondheid en Sociale Zaken, waarbij de clusterteam het besluit heeft genomen dat deze verzekerden hun verlenging kunnen doen via de SZF-kantoren. En degene die een nieuwe aanvraag doen, pas 60 zijn geworden, of de baby's die pas op aarde zijn, dat zij dan nog steeds de aanvraag doen via een van onze basiszorgkantoren. Voor de 17 tot en met 59 jaar geldt nog steeds dat zij dan zich moeten aanmelden bij een van de basiszorgkantoren. Nogmaals, ik benadruk, de mensen die in nood zitten en hulp nodig hebben, premiesubsidie nodig hebben, dat zij nog kunnen aankloppen bij een van de basiszorgkantoren en wij hun te woord zullen staan. Apart daarvan was er ook een vraag gesteld door de heer Besham Chandralal, als ik het goed heb. En er werd dan gevraagd over het stukje van AOV. Ten aanzien van de kustvlakte hebben we ervoor gezorgd dat er geen achterstand is, omdat deze gezamenlijk met het ministerie van Financiën, dat de stortingen via die monicartas worden gedaan, via de mensen hun rekening worden gedaan. Maar ten aanzien van kustvlakte mag ik u meegeven dat als daar een achterstand is, er een bepaalde betaalprocedure is die eigenlijk per kwartaal wordt gedaan. Maar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting probeert eraan te werken of is momenteel bezig met de Vereniging van Bankiers te kijken, met het ministerie van Financiën, te kijken naar de verschillende mogelijkheden dat wij overstappen van kasbetalingen naar girale betalingen, waarbij we dit soort problemen tot het verleden kunnen laten horen, waarbij de betalingen efficiënter kunnen gaan. En natuurlijk, als we kijken naar een stukje vertrouwen, waarbij de stortingen rechtstreeks wordt gedaan naar uw bankrekening, een daadwerkelijke bankrekening, dat het hebben van een bankrekening, dat van financial inclusion, een heel andere wereld zal openen voor de behoeftigen welke geregistreerd staan binnen sociale zaken en volkshuisvesting. De COVID-19-besmettingen in ons land vertonen nog geen dalende trend. Deze ontwikkeling is zeer zorgwekkend. De overheid heeft maatregelen vastgesteld om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan. Echter rust een belangrijk deel van die verantwoordelijkheid op de schouders van de samenleving. Naast het naleven van de bekende maatregelen wordt ook geadviseerd om het vaccin te nemen. Internationaal is bewezen dat landen die veel vaccinaties aan burgers hebben toegediend, het aantal besmettingen zien afnemen. Zo gauw een belangrijk deel van de samenleving gevaccineerd is, kan het oude normale leven weer worden opgepakt. In Suriname hebben zich tot maandag 24 mei 2021 meer dan 75.335 personen gevaccineerd tegen COVID-19. Hoewel er de laatste dagen sprake is van een forse toename, is het aantal nog vrij laag. Hoe meer burgers zich vaccineren, hoe sneller wij terug kunnen naar het normale leven. Wees daarom onderdeel van de oplossing en go take your spoity. En dit was Focus. Wees extra lief voor elkaar in deze uitdagende tijden. Goedenavond.